reportage die in een halen genoeg van natuurlijk met hier in ieder geval op evenement in Stroe, oftewel VDB Stroe, zoals hier het evenement de naam meekrijgt. Gaat nu toch een stukje soepeler als de eerste keer weg, maar dat moet je nooit te hard zeggen. Komt als eerste over de wat meer linkerkant van de baan. Opschakel, of zie ik het nou verkeerd? Een juweel van een MM hier aan de ketting geofferd. Bij Berghof, waar ze natuurlijk de klap van de zweepvuil schaal tractorkoeling weten te vinden. En als ik kijk naar de plaats van die spotel, naar de plaats van de achteras. Als je dit vergelijkt met zojuist die dag van Van der Brink, dan zie je dat dat hier al een klein beetje meer hangt. Een klein beetje meer achterover, een klein beetje meer grip eronder. En dan rolt dat en dan rolt dat en dan zijn dat maar hele kleine factoren die een stukje verschil maken tussen 88 meter of 110 meter. Volledig euro 5. Soepeltjes lopend jongens, geen gewicht net achter de cabine, vol gewicht op de schotel. Ja, dat is waar ja. Dat hebben we vorig jaar al gehad. Die 150 pk. Hallo, is de slijtbaar kapot? Wat gebeurt er hier? Nou, die gaat wel onderuit de zaak weg hoor. Nou, moet ik hem daar ook even aan? Het lijkt mij mijn sporen wel, zeg maar, die op gang te krijgen. Ja. Maar als hij het helemaal doet, ja. En blijf eens schreeuwen, maar als je stopt, dan stopt hij dan. De Cabot van Nonnost. 110 meter voor Chris Nethorst. Oh. Daar is hij overheen. En gaat voor een voorlopig, zou je zeggen, tweede plaats. Ja, want die M&M wil wel, maar moet buigen.